Ankeren. Nou, ik moet wel een anker aan boord hebben, want anders wordt het niks. Het is niet verplicht hoor, anker aan boord. Maar het is wel, wel handig. Nou, anker, dit is de boot. Dit is mijn anker. Maar dat is een beetje niet in verhouding, hè, dat anker. Als ik hem in verhouding zou tekenen, dan zou ik er eigenlijk een beetje hierop uitkomen. Maar ja, dat is een beetje moeilijk te zien. Dus we tekenen het anker een beetje groter. Nou, dat anker, dat zit natuurlijk vast aan een touw of aan een ketting. Dat is net wat je zelf wil. Maar zou je touw gebruiken, dan heb je ongeveer 5 keer de diepte nodig. Het IJsselmeer is ongeveer 4 meter diep. Dus 5 keer 4 meter is 20 meter touw. Dan heb je ongeveer 20 meter nodig. En als je nou zegt, ik heb liever ketting, dan heb je ongeveer 3 keer de diepte nodig. IJsselmeer is 4 meter, dus 3 keer 4 is 12 meter. Dan zou je ketting gebruiken, 12 meter. Kijk, touw is natuurlijk, ja, aan boord, dat is dat makkelijke, kan je wegbergen. En zo'n ketting, dat is best wel lastig natuurlijk, hè. Maar ja, het gaat natuurlijk om dat gewicht van die ketting. Maar het gaat erom dat het anker goed ingraaft. Dus de ketting is veel zwaarder. Er is wel een tussenoplossing. Dan gebruik je eerst een stuk touw. En dan heb je het laatste stuk is ketting. Dat noemen ze dan een kettingvoorloop. Dat kom je op het examen wel eens tegen. Dus dan heb je eerst een stuk touw en een klein stukje ketting. Dus dat ketting, dat gewicht van die ketting, die zorgt ervoor dat het anker goed ingraaft. Nou, stel nou, hier varen wij met de boot. Of we leggen hier ten anker met de boot. En we zouden ketting gebruiken. Het is hier ongeveer 4 meter diep. Ja, 4 meter. We zouden ketting gebruiken. Dus dat is 12 meter ketting. 12 meter ketting. Nou, die ketting, die is zwaar. Dus dat gewicht van die ketting, die drukt naar beneden. Dus dat anker, dat graaft goed in. Dan kun je met een betrekkelijk kleine anker, kun je een heel behoorlijk schip kun je vasthouden. Maar zou je nou te weinig touw of ketting geven, ja, dan graaft dat anker niet in. Dan heb je last van een krabbend anker. Dus dan kunnen ze vragen op het examen, u hebt last van een krabbend anker. Wat moet je dan doen? Nou, dan moet je meer touw of ketting geven. Nou, examenvraag. We liggen hier met de boot. Er staat een flinke wind en we leggen ten anker. Ja, waarom ga je ten anker? Nou ja, misschien heb je motorpech of wat dan ook. Hè? Dus we hebben een touw met een anker. We leggen hier ten anker. Maar door die wind, dat is helemaal niet lekker. Want dan ga je heen en weer, dan giert die achter het anker. Nou, daar word je ziek van, word je doodziek, word je zeeziek van. Dan vragen ze, hoe kun je dat oplossen? Dan hebben ze als antwoord, nou, dan moet je meer touw of ketting geven. Nou, als je meer geeft, dan wordt het alleen maar beroerder natuurlijk. Dus dat zou ik niet doen. Nou, dan moet je minder geven. Nou, als je minder touw of ketting geeft, heb je last van een krabbend anker. Nou, dat gaat ook niet goed. Dan zou je een tweede anker moeten uitzetten. Nou, je moet wel twee aan boord hebben. Maar wat doe je dan? Vaar je een stukje naar voren. Hè? En dan zet je nog een anker uit. En dan laat je boot weer naar achter zakken. Dan zet je een tweede anker uit. Ankeren.